Mijn naam is Bertine Oosthoek uit Breukelen. Ik ben historicus, trainer en vrijwilliger in het maatschappelijk veld. Ik vind het mooi om mensen als trainer meer in hun eigen kracht te brengen. En dat geldt zowel voor wethouders die ik begeleid bij Intervisie, maar ook voor deelnemers van Voedselbank en Kledingbank die we proberen te helpen weer in eigen kracht te brengen. Nou, mijn naam is Frank Masterling. Ik woon hier in Breukelen en ik ben sinds 1 juni hier werkzaam in de Regis-vestiging met mijn bedrijf Equinox Global. Het is een nieuw bedrijf. We zijn vorig jaar 1 juni ook gestart als een Nederlandse vestiging van een Engelse verzekeraar. En wat wij doen, wij bieden kredietverzekering. En heel in het kort houdt dat in dat wij bedrijven verzekeren voor het of tegen het faillissement van hun afnemers. Ik hou van uitdagingen, van nieuwe dingen opzetten en dan anderen ook enthousiast ervoor te maken. En ja, als het eenmaal loopt, ook weer om nieuwe projecten te beginnen. Ja, het stimuleren van anderen via dat samenbrengen. Heel vaak, doordat ik een breed netwerk heb, blijken mensen gewoon iets overeenkomstigs te hebben. En kunnen ze samen weer iets prachtigs oppakken. Als verzekeraar zijn we heel in het klein begonnen. Ook onze Engelse moeder is een heel jong bedrijf, net 5 jaar oud. En wat ons onderscheidt, want er zijn een aantal grote spelers op dit terrein die dit ook aanbieden. En ons onderscheidt juist onze kracht, is het kleinschaligheid. Wij werken met kleine teams. Bij ons zit een beslisser aan de telefoon. Dus als ik met de klant bel, dan kan er ook direct een besluit nemen. En dat zijn de grote voordelen van een klein bedrijf met korte beslislijnen. Ja, ik werk graag in mijn eigen woonomgeving, dus het is prachtig dat er zo'n bedrijf als Regis bestaat in Breukelen en dan ook nog net naast de A2. Prima bereikbaar voor de deelnemers aan mijn trainingen. Ik woon in Breukelen en dan is het toch wel erg fijn om in je eigen dorp je bedrijf te vestigen. En ik heb het bedrijf opgericht, dus dan heb je zelf de keuze. En daarnaast is het super centraal gelegen met de snelweg A2 die hier langs loopt. En ook het treinstation wat hier vlakbij zit. En de faciliteiten zijn hier ook prima, dus ik werk hier graag. Rietje sprak me met name aan om vanwege het feit dat alles is geregeld. Ik ben de eerste dag dat ik begon te werken, was ik eigenlijk na een uur klaar en kon ik echt gaan werken. En daarnaast het feit dat er meerdere bedrijven bij elkaar zitten, dat spreekt me ook erg aan.